Valentijn van Sint-André. Een potvis van 17 meter lang en 50 ton zwaar sterft op 12 februari 1989 op het strand van Oostduinkerke. Meer dan 300.000 mensen komen het machtige zeezoogdier bewonderen. 4 dagen later wordt zijn lichaam begraven op het domein van Abdijhoeve ten Bogaarde. En nu, 30 jaar later, krijgt Valentijn een tweede leven. Een team van specialisten van UGent begint met het opgraven van Valentijn. De contouren zijn al snel zichtbaar. Het werk van de onderzoekers is intens en zwaar. Maar ze moeten ook secuur te werk gaan en de anatomie van dit roofdier van de zee goed kennen. Gericht gaan ze op zoek naar elk onderdeel van het skelet. Op het einde van de eerste dag slagen ze erin om zijn gehavende kop, dat is 1/3 van het lichaam, omhoog te takelen. De romp die omhoog getakeld wordt is plat. De ribben zijn in elkaar geklapt door de tonnen kleigrond waaronder hij rustte en het vele kraakbeen. De staat van de potvis is opmerkelijk. Er zit nog veel weefsel rond het skelet, soms verzeept tot lijkwas. En de bloedbanen zijn nog duidelijk te zien. Het kadaver van Valentijn wordt vakkundig versneden. De beenderen worden verzameld in een container en vertrekken naar de faculteit diergeneeskunde in Merelbeke. Wekenlang zal het skelet in een maceratiebad ondergedompeld worden om de beenderen van alle zachte resten te ontdoen. Een fascinerend proces is begonnen.